niet zo hard. Ja, dat is wat anders dan die Amsterdamse grachten, hè? Wat leuk dat je er bent. Welkom in Rotterdam. Oh, ik vind het altijd heel leuk om in Rotterdam te zijn. Jij ook? Ik ook. Ja? Nee, ja, ik woon nu dus in Amsterdam al een paar jaar. Ja. Maar als ik een kans krijg om naar Rotterdam te gaan, dan grijp ik die met beide handen aan. Ja, toch? Het is toch wel, als ik hier binnen rijd, denk ik toch wel, ja, het is toch wel een stad. Heb jij dat nog steeds? Ja, ik heb het... Ik weet dat je dat warme gevoel natuurlijk ook met Hellevoetsluis hebt. Nee! Doe je dit nou echt? Ga je wel ergens anders mee naartoe nemen. Oké. Okay. Kom. Ja. Ik weet ook gewoon niks. Nee, nee, maar nu we hier lopen... Ja. Begint er niet een beetje een klein iets te dagen dat je denkt, nou... Ik heb een vermoeden. Kom maar mee. Wow. Waar zijn we? Nou ja, wij zijn in Waterfront. Tenminste, dit was vroeger Waterfront. Ik weet niet wat het... Club Haug heet het tegenwoordig, een comedyclub. Oh, een comedyclub, ja. Oh, daar, Club Haug, ja. Ik heb hier heel veel leuke dingen meegemaakt. En zelf ook dingen georganiseerd, uiteindelijk. Kom. Oh, duwen. Ja. Oh, wauw. Oh, is dit de zaal? Hier was een beetje het podium. Kijk, daar staat nog een podium. Oh ja, ik heb het hem gewoon verkeerd herinnerd, denk ik. Nou ja, dit stond er natuurlijk niet, hè? Nee, dat is... Dit. Nee, dit stond er zeker niet. Maar zo zitten? Ja, leuk. Elke week spreek ik een nieuwe gast op een voor hen speciale locatie. Want welke verhalen krijgen we te horen als banken konden praten? Vandaag ontmoet ik Tim den Beste in Club Haug, waar hij een groot deel van zijn studententijd heeft doorgebracht. Wat deed jij hier? Stond jij op een dansvloer of hing je aan de bar? Nou, ik was toen nog niet heel erg van het dansen. Dat durfde ik nog niet echt. Dus ik, wij stonden gewoon een beetje, denk ik, gewoon aan de rand een beetje te drinken en grapjes te maken. Maar ik ken deze club vooral omdat ik daar op een gegeven moment zelf feestjes ging organiseren. Ik zat dus op het Grafisch Lyceum. Grafisch vormgever wilde ik worden. En ik zag op school heel veel mooie soort kunstwerken, creatieve uitingen. Maar dat bleef heel erg in de school. Ja. En toen bedacht ik een... ik dronk heel veel bier. En dus zag ik heel veel bierviltjes. En toen dacht ik, hey, wat als ik nou een bedrijfje opricht dat iedere maand een viltje uitgeeft in een oplage. Met aan de ene kant reclame om het te kunnen betalen. En aan de andere kant dus een mooie uiting, een kunstwerkje. Wat op het Grafisch Lyceum was gemaakt. Ja, en dat viltje is een paar keer uitgekomen. En dat lag dan in cafés, waar biertje op neer werd gezet. Maar het lag ook in bakjes, in kledingwinkels. Zodat mensen het thuis konden meenemen, naar huis konden meenemen. En nou, dat liep best wel leuk. En toen gingen we onder die naam, dat heette Filter, met een V. Gingen we Filterfest organiseren. En dat was hier, in Waterfront heette toen. Ook, net als die viltjes, om jong talent onder de aandacht te brengen. Hey, jij vertelde buiten al heel kort, we gaan het er niet langer over hebben, maar je bent naar Hellevoetsluis op een gegeven moment verhuisd. Vond je niet zo leuk, laten we het daarop houden. Maar ik hoorde je ook zeggen dat jouw ouders zijn gescheiden en weer bij elkaar gekomen. Ja. Neem maar eens even mee naar dat moment dat jouw ouders zeiden dat ze weer bij elkaar kwamen. Hoe ging dat? Oei. Ik ben dus opgegroeid met gescheiden ouders, maar ze waren wel gewoon vrienden. Ze woonden vlak bij elkaar. Door de week woonde ik bij mijn moeder met mijn zusje. En in de weekenden ging ik naar mijn vader. Nou, dat was eigenlijk gewoon allemaal prima. Ik denk dat ik een jaar of 9 of 10 was. Gingen we met het gezin naar Engeland met de Stena Line. En toen zaten we daar in Londen ergens in een restaurant. En toen stond mijn vader op om naar de wc te gaan. En mijn zusje en ik zaten zeg maar daar, mijn ouders hier. En mijn vader die stond op en die zei... wat zouden jullie ervan vinden als papa en mama weer bij elkaar komen? En hij gaf mijn moeder een kus op haar mond. En mijn zusje en ik wisten niet wat we zagen. We begonnen keihard te huilen. Dit was voor ons net zo traumatiserend als wanneer normale ouders zouden zeggen, papa en mama gaan scheiden. Ja. Dit was voor ons het omgekeerde, maar net zo... Ja, we konden het niet begrijpen. Maar uiteindelijk hebben ze het dan toch niet gered weer samen? Nee, uiteindelijk ging dat dus ook... volgens mij na 2 jaar alweer stuk. Helaas. En toen was het, was mijn vader weer weg. En zaten mijn zusje en ik met mijn moeder dus in Hellevoetsluis. Maar hoe was dat toen je ouders weer uit elkaar gingen? Vond je dat heftiger dan de eerste keer? Nou, de eerste keer, dat weet ik niet.
Dat was al, toen was ik zo jong. En daar heb ik niks van meegemaakt. Ik ben gewoon opgegroeid. Zonder dat ik wist dat andere ouders bij elkaar waren, of zeg maar. Dat was voor mij gewoon normaal. Maar het was wel gewoon verdrietig om mee te maken. Bewust op je 10e, 11e. Dat je ouders uit elkaar gaan. En hoeveel verdriet dat met zich meebrengt. En ellende en gedoe. Ja, dat is helaas. Ik vind het soms wel stom van mijn ouders. Ergens, ik denk van, had je nou niet een beetje na kunnen... Hè? Dit gedoe, als zij niet die tweede keer hadden geprobeerd... had ik niet hier nu met jou over Hellevoetsluis zitten te praten. En heeft het jou nog een andere kijk op relaties gegeven? Als ik een relatie heb, ben ik bang dat mensen weggaan. Nou ja, dat zou natuurlijk prima kunnen komen... Omdat mijn vader 2 keer is weggegaan. Ja, precies. Maar goed, misschien had ik het ook gehad... als mijn ouders gewoon nog gelukkig bij elkaar waren geweest. Dat weet ik niet precies. Maar ik denk niet dat het een hele goede basis is. Hoe zaten jullie er vroeger thuis in Hellevoetsluis bij op de bank? Jij en je zusje. Als ik denk aan op de bank zitten met mijn zusje... dan denk ik aan Rotterdam. Toen wonen we nog in Rotterdam. Ja. En dan zaten we dus altijd, zeg maar, dan was hier de tv. En mijn zusje en ik zaten zeg maar dan zo... En zaten we zo met onze boterhammetjes. Mijn zusje hiernaast. Ja. Zo zaten we dan, voordat we naar school gingen, naar Kindernet te kijken. En in de puberteit hebben wij niet samen gezellig op de bank gezeten. Nee, zo ver mogelijk uit elkaar. We hebben wel eens met afstandsbedieningen naar elkaar gegooid. Wat hebben we? Ik heb een keer mijn zusje de arm uit de kom getrokken. Nee. Ja, per ongeluk. Oh, maar dit gaat veel verder dan... Ja, per ongeluk. Hoe dan? Nou, ik trok er over de gang. Ja, maar, per ongeluk. Wat hoor je dan? Nou, zij begon heel hard te huilen. En toen dacht je, er is iets... Ja, ik was heel en het zit ook best nog. Wel los. Nee, ik was heel klein nog. Wij waren echt, wij schelen heel weinig, 15 maanden, mijn zusje en ik. Ja. En wij waren aan het spelen op de gang. En ik, staat zo. Ja, het ging per ongeluk. Wauw. Wow, echt een goed verhaal. Van een beetje die afstandsbediening van mij zijn is heel saai. Nee, ja, wij vochten ook wel, hoor. Ja. Ja, ook met je zus? Ja. 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 Ja, maar hij vocht ook. Ja, maar hij hoort er ook een beetje bij, toch? Ja, als het later maar goed komt. En hoe heb jij dat... heb jij tegen je zusje verteld dat jij op jongens viel? Heb je dat in een gesprek met haar? Of was dat een soort van ding wat zij al een beetje doorhad? Of hoe ging dat met je ouders en je zus? Waar waren die bij elkaar? Of heb je dat apart gedaan? Op het moment dat ik dus uit de kast kwam... was mijn vader alweer weg bij ons. En ik heb het als eerst mijn moeder verteld. Ik was verliefd geworden op een jongen. Ik wist al wel dat ik homo was, maar ik was verliefd geworden. En daardoor dacht ik, fuck it. Al hoeven jullie me nooit meer te zien. Dat maakt me niet uit, want ik ben de eerste keer verliefd. Nou, dan denk je, als jullie me niet meer hoeven te zien, is het allemaal prima. Dus toen heb ik het mijn moeder verteld. Ik ging s'avonds laat naar haar slaapkamer. En ik zei, mama, ik moet je iets vertellen. Dus mijn moeder ging raden wat ik dan wilde vertellen. Maar ik kon het niet zeggen. Het lukte niet. En toen... ging mijn moeder raden, heb je iets gestolen? Heb je een slecht rapport? Heb je iemand in elkaar geslagen? Nou, dat werd steeds erger. En op een gegeven moment zei ze, ben je verliefd? En toen zei ik, ja. En toen zei ze, op een jongen. Ja. En toen zei ze, oh, wat jammer dat oma dood is. En ik zei, wat? En toen bleek ze dus, toen ik heel klein was... tegen mijn oma, haar moeder, oma Roos, te hebben gezegd... ik weet niet met die Tim, dat zou er wel eens eentje kunnen zijn. Ja. Ja, wat ik wel interessant vond net, wat je zei... dat je bang bent dat vriendjes weggaan. Nou, hoe lang is dat ongeveer? Is dat als je dan net een relatie hebt? Of, Nee, in het begin gaat dat wel goed. Maar hoe langer ik met iemand ben, hoe banger ik eigenlijk word... dat iemand weggaat... ik ben daar een paar jaar geleden, na een verbroken relatie, ben ik in therapie gegaan. Toen heb ik dat aan die psycholoog uitgelegd. En zij, ik zei van, ik word steeds banger dat mensen weggaan. Of dat een jongen weggaat. Terwijl, ik zou toch juist steeds zekerder moeten worden, want hij is er nog. Dus hij zei, nee, natuurlijk niet. Iemand wordt steeds belangrijker voor jou. Dus jouw angst wordt steeds groter. En dat was iets heel simpels. Maar dat is precies wat een goede... psycholoog dan kan doen, die kan je iets doen inzien... waarvan je zegt, hé, maar dit had ik toch zelf kunnen bedenken? Maar dat kan je dan niet zelf bedenken. Dat kan iemand anders dan heel goed. En dat heeft me heel erg geholpen wel. En heb je het ook in praktijk kunnen brengen ook?
Ik ben op dit moment vrijgezel, dus het is niet gelukt. Het is niet gelukt nog. Maar ik heb er toch wel het volste vertrouwen in dat het een keer gaat lukken. En hoe heb jij je ouders verteld dat je hetero bent? Ik heb hem gewoon op een gegeven moment mee naar huis genomen. Ja, precies. Ja, ja. Nee.